Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij een nieuwe video van Game Dreams. Vandaag ga ik de meest badass game ooit doen, Broforce. Maar ik ga niet alle levels doen, ik ga er gewoon de leukste stukjes uithalen. En ja. Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Dat ga ik doen. Mensen die niet weten wat Broforce is. Klim met een mes. Schiet met een vet cool pistool. Red poppetjes. Special abilities. Ik ben veel beter dan de trailer. Ja! Verrader ben ik toch? Nou, zij zijn schurken, dus maakt niet. Oké. Ik zie daarvoor je komt aanlopen. Hey, niet roken! Eén klap en de hele boel stort in. Broforce. Psst. Hey! Oh nee, hij draait zich om. Spank. 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 Maar ik vind het ook zo'n leuk principe. Dus ze zijn allemaal zo slap en dan allemaal zo boem en dan iedereen explodeert en dan kom je aan met dingen niet. Alles explodeert, allemaal nukes overal, hey. Het is natuurlijk niet het meest logisch dat iedereen zo makkelijk doodgaat, maar het is wel vet cool. Haha. Haha, ik was de schurk altijd al. Oh, oké. Ja, de twee beginpoppetjes achter elkaar. Ja, je hebt eerst Ram, Bro, en dan hij, maar oké. Ik heb best een slechte algemene kennis, maar ik ken op zich nog redelijk wat van deze mensen die ze zeg maar bedoelen.
Oké, dit moet echt met deze man. Het is zo makkelijk, maar het is zo leuk. Wow! Je maakt de deur kapot. Oh, hij was sneller. Ah, oh, nu ben ik precies de nieuwste. De Predator. Ja. Zo werken mensen nou eenmaal. Je staat 2 meter boven ze. Nou, eigenlijk is het nog wel logisch. Als iemand 2 meter boven je staat, daar zo, dat ze je niet zien. Maar nu zou je toch wel zien. Nou ja, het is maar een spelletje. Zo. Hij deed alsof hij me niet zag. En toen zag hij me in één keer wel. Die vind ik ook zo'n dom poppetje. Hij heeft domme specials. Nou, 1 domme special dan. Ziet er wel cool uit. Maar hier heb je nou helemaal niks aan. Oh, dat is afleiding. Denk ik. Oké, deze is makkelijk. Dit is gewoon een soort van puzzel. Nou ja, je kan het ook op de moeilijke manier doen en gewoon vol erin stormen. Soms moet je het gewoon even tactisch aanpakken. Oh, superhonden. Oh, ja, die zijn weg. Oké, dit is volgens mij een erg moeilijk level waar we erg lang over zullen doen. Ja, je kan het ook zo doen in 18 seconden. Maar ja, dat is wel minder leuk. Anna Maria. Koek, koek. Kan jij wel Anna Maria koekoek rage quitten? Anna Maria. Koek, koek. Ik heb gewonnen. Alsof er niks gebeurd is. Oké, ik hou wel op met Anna Maria Koekoek.
Ik bedoel, kijk Broforce, dit is toch... Wow! Met je geweer door de muur heen schieten, dan kom je aanzetten. Dan is een gast met een minigun. En dan met pew, explosies. En daar is dan een super boss. En dan kom je aan en dan zeg je zo, kom dan. En nou, ik was eigenlijk wat van plan met nou, te doen, maar... Kom je zo aanrennen. Door het raam heen. Allemaal explosies. Hartstikke dood. Nog zo'n klein... mannetje en het maakt me dan weer dood. Ja. Oké, nou ben ik het zat. Verrassingsdingen de hele tijd. Oh, wat ge... Oh, wat ge... Wauw! Oké, tijd voor een mini-boss, denk ik. Oh! Ja, als dat als mini-boss geldt, dan Nee, ik wil erin! Nee! Smack versus smack! Waarom was dat zo makkelijk? Maar dan pak ik die andere, denk ik maar. Nog één! Alweer gewonnen. Oké, nog één wereldlevel ding. Oh nee, nee, niet dit level. YOLO! Wacht. Nee, laat maar. Wacht, ik moet hem afluisteren. Kun jij het horen, meneer de Painter? Ja!
Nou, je weet wat ik moet doen. Nou zeg ik wat de boodschap is. En? Alles niets. Dat wil zeggen... dat niets alles is. Oké dan, dat was het voor Broforce. Ik hoop dat je van deze video genoten hebt. Als je van deze video genoten hebt, laat dan vooral een like achter. Ik hoop dat ik je zie in de volgende video. En als je meer van mij wilt zien, abonneer dan op Game Dreams. Vergeet vooral niet de eerste video van mij te kijken, waarin ik de boel van mij een beetje uitleg. Game Dreams introductie. Ik zeg, doei!